je dus binnenkomen op de... Dat vind ik wel heel erg leuk. De teambuilding van twee groepen Hesseler. Mogen we zoeken? Ja, dat mag ze langs lopen. Okay. Nou, het is één team, maar we hebben ze net opgesplitst voor de oefeningen in twee groepjes. Gebruik je deze plek? Dit is voor mij, dit stuk. Echt hoor? Ja. Cool. En daar woont ze? Nee, dat mag niet. Ik wou dat koos, maar mag niet. Goh, een eigen klein paradijsje ja, in. Zeker. Is dit Groot Welzen? Klein Welzen. Klein Welzen. Klein Welzen. Okay. Superleuk. Vertel nog even wat je hier in doen ziet vandaag. Nou, hij is voorzien met een teambuilding, maar op een heel luchtige manier. Niet te diep gewoon, niet te diep vragen, niet te diep ingaan op datgene wat ze zuus. Hij is een eiland in het midden en in de binnenkant van het witte touw is water. En dan kunnen we de sturm aan, dus je moet er van boeten, want ze stingen hij. Materialen verzamelen en met die pads, die gekleurde pads, naar het eiland toe gewoon. Oh, en daar zitten nog het voorwaarden. Dan mogen ze dan overheer lopen? Dan mogen ze opstappen, maar dan moeten ze altijd die pads aanraken. Oké. Okay. En dan nooit eiland toch gewoon. En dan zien ze veilig. Oh, dat hebben ze super gedaan. We hebben er klaar voor. En dan zien ze van alles gebeuren. Dan zien ze gebeuren dat ze moeten elkaar sowieso helpen. Dat is de bedoeling. Ja. Ja. En wat zullen ze dan? Ja. Er is iemand wat ziet van, zullen we even bij elkaar gaan staan en kijken of iemand hij ervaring met heeft. Nou, dat huurt niet iedereen, want er zien er een paar die lopen dek aan door. We gaan de materialen verzamelen. En dat zien dus dingen die ze kunnen terugpakken. Van, dit is wat heb je dat gezien? Hier is weer hunzelf neerlijk. En dan eventueel benoemen wat ik gezien heb. Want ik kan me voorstellen dat want de trek is natuurlijk dan altijd de vergelijking richting de werkvloer. Hè? Want dat de zus dingen ontstaan en zo. Ja. Dat het meestal dezelfde mensen zien die het voortouw willen nemen. Meestal wel, ja. Maar dat wil niet zeggen dat die mensen ook altijd de beste ideeën hebben. Klopt, ja. En wie geeft ze door dan mee om richting zo'n groep? Benoemen wat ze zus. Eerst bij hun vragen. Van, wat is je opgevallen? En dan benoemen, goh, wat ik gezien heb, is dit en dit en dit. En kijken of ze het herkennen, ja of nee. En dan eventueel, hè, want daar zien ze met een herhaalopdracht bezig. Kijken of ze van de dingen die ze leren, of ze dat kunnen gebruiken in de volgende stap. Een herhaalopdracht. Mogen we een beetje dik aan? Ja, kom maar. Is dat een collega? Dat is mijn collega, ja. Dat is Joep. Joep, en dit is? Cyril. Cyril. Hallo. Hallo Joep. Joep. Oh, boksen. Hand. Ja. Ben allemaal buiten. Hessen een beetje onder controle. Oh jongen, wat een team is dit. Geweldig. Ja. Ja, ja. Waarom is dit een geweldig team? Ja, dit is gewoon een geweldig team. Die kunnen samenwerken. Ja, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling, hè. Luisteren naar elkaar. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik huur heel veel gelach en heel veel applaus. Voor ons zelf, voor het huis. Ja, maar ook applaus voor elkaar. Nee, dat is applaus voor de prestatie wat ze hebben neergezet. Ja, ja. Ja. Onszelf. Samen. Wat, nee, maar is dat leuk om te doen, om elkaar ook eens een keer de waardering te geven die misschien op de werkvloer ontbreekt? Ja, toch? Nee, dat ontbreekt niet hoor. Nee, maar laten we zo zeggen, het zou misschien vaker kunnen. Dat je elkaar een... Helemaal mee eens. Ja, hè? Ja, ja. Er moet tijd voor gemaakt worden. Er moet tijd voor gemaakt worden. Waarom, Joep, waarom gebeurt dat te weinig? Duk, ik denk dat men helemaal in het werk zit, altijd al bezig is, problemen oplossen, met elkaar doelstellingen bereiken. De waan van de dag. De waan van de dag. En ik denk dat het heel belangrijk is om eens een keer daaruit te stappen. En letterlijk eruit te stappen, want het is een mooie plek hier waar we zijn. En gewoon een dag gaan genieten, verbinden met elkaar. En dan ontstaat er vanzelf iets in een team wat ze hopelijk meenemen. Naar de werkvloer dadelijk. Wie heeft al een eye-opener voor de kiezer gehad? Ja, die zit nog niet. Niet allemaal tegelijk. Nou, Rob, waar is Rob? Hey, Rob! Ja, Rob,
vertel. Nou ja, iedereen schuift technoveur als degene die een aha-erlevenis heeft gehad. Of een, nee, dat had ik niet. Maar ik had een andere strategie om het spel zo snel mogelijk te halen. Met het eiland? Met het eiland, maar dat was niet de beste strategie. Of het had te maken met mijn conditie dan ook. Maar het team gunde mij wel mijn poging, mijn visie van, weet je wat, als jij denkt dat het beter is, dan gaan we ervoor. Maar dat was het niet. Oké. Okay. Dus positief en negatief. Maar daar wordt wel heel leuk, relaxed mee omgegaan nu. Ja, terwijl maar toen net ook hoor. Net ook. Ja, maar op zich best confronterend. Dat het niet het beste plan was. Ja. Ja. En misschien is het wel een goed plan, maar is het niet goed uitgevoerd. Maar blijf eigenwijs. Maar ja. Joep, wat ga je erin over hier? Nee, zo moet je dus niet denken. Wat gaat hier nou goed? Het is belangrijk dat mensen zich veilig voelen. Ja. En dus dit soort dingen mag gewoon gebeuren. En wat belangrijk is, als je je veilig voelt, dan kun je ook kritiek ontvangen. Ja. En dan mag je eens een keer wat feller, dan mag een keer wat gezegd worden. Ja. En als je je veilig voelt, mag dat, kan dat. En weet ook iedereen van elkaar, dit is mijn mening, er is een andere mening. Maar samen gaan we hieruit komen. En ik zal je eerlijk zeggen, die oefening wat we net hebben gedaan was de eerste poging 1 minuut 48, geloof ik. En de laatste poging was 35 seconden. Kijk. Dat was de herhaal. Ja. En dan... Joep 33. Sorry. Kijk! Dat lot ligt hoog voor ons. Het is voor jullie ook wel eens confronterend. Maar dat is ook zo. En dat moet ook. Want anders kunnen wij ook niet leren. Want van deze groep leren we weer dingen, nemen we dingen mee naar een volgende keer. Kijk, zij komen hopelijk nog een keertje terug en dan kunnen we weer dingen meenemen. Maar wij ook als trainer. En dat is gewoon heel belangrijk. Ziet iemand dat zitten om nog een keer terug te komen op deze verschrikkelijke plek? Ja. Maar dan gaan we naar een andere mooie plek. Oh. Nu al applaus en jullie moeten nog dadelijk even. Wacht maar. Ja, want wanneer is Sloes? Nee, we gaan dadelijk. We zitten in het dorp, zit ook Talentino. We gaan eigenlijk lunchen straks. Dan sluiten we mee af. Het is een dagdeel. Het moet ook niet de hele dag duren, want de mensen moeten natuurlijk ook wel werken. Even zonder het over jullie werkplek te hebben. We gaan geen namen noemen of zo, maar wie bestuurt nu het schip? Als jullie hier zijn. Oh, is het een werkplek op afstand? Ja, nou ja, we hebben bereikbaarheid georganiseerd binnen de mensen. En ook georganiseerd dat als er iets aan de hand zou zijn, dat we ook heel snel terug kunnen met één of twee of met meerdere mensen. We hebben ook al eens een teamdag gehad dat we met het hele team terug zijn gekomen omdat er een situatie was. Dus op die manier hebben we het wel georganiseerd dat het wel ook doorloopt. In het werk. Maar dit is ook investeren in je mensen, hè? Investeren in het personeel. Ja. Dat zou je ook een plicht kunnen noemen van een werkgever. Ja. Hè? Ja, dat is ook zo. En het was ook gewoon hard nodig om als team weer bij elkaar te komen. De verbinding raak je toch soms een beetje kwijt in coronatijd en zie je elkaar wat minder. Dit is wat hard nodig was voor het team en dat heeft de coördinator van ons team ook goed geregeld voor vandaag. Credit voor Anne. Ja. Alsjeblieft. Ja, merken jullie dat ook echt dat jullie daar zelf aan toe waren ook? Ja. Tuurlijk. Ja, zeker. Weer even de rijen sluiten en elkaar weer min of meer opnieuw leren kennen. We zijn weer begonnen, hè? Met speeddaten. Ja. Oh! Ja? We zijn begonnen met speeddaten. Ja, zeker. Ja. Hoe gaat dat dan? Speeddaten? Ja, er gaat een box met muziek aan en er wordt wat gelopen. Op het moment dat de muziek uitgaat, ga je met degene die het dichtst bij je staat, ga je in gesprek met hele algemene vragen die niet over het werk gaan, maar bijvoorbeeld van toen je 10 jaar oud was, van hoe zag jouw gezin eruit of wat gebeurde er toen in de vakantie. En dan ga je heel vrijblijvend met elkaar in gesprek. Is dat lastig om tijdens zo'n teambuilding om dan veel van jezelf te laten zien ook, als ik dat zo hoor? Nee. Als je een veilig team hebt.
veilig en als je een veilig team hebt, mensen vertrouwd, want daar gaat het denk ik ook om hè, vandaag. Precies. Ja. Al iets zou dat ook kunnen. Ja, misschien moeten wij dat. Misschien moeten wij dat. Zal je namelijk ons visitekaartje geven? Want ik heb dat wel gevolgd. Daar gaan we het nog niet over hebben. Oh nee, maar één ding. Nee, ik wil er best wel wat over zeggen hoor. Je moet niet alles geloven wat er in de krant staat. Maar op de radio ook niet, hè? Nee, maar overal is wel wat. Zeker. Maar ja, ik vind dit toch wel heel erg leuk. Maar hier kun je relativeren, hè? Hier kom je bij elkaar. En ja, je moet wel ervoor zorgen dat je zo'n dag als dit uitzoekt, ja. Hè? Dat, ja, maar dat... Hij heeft Anne en ik hebben dat, en Cyril hebben daarvoor gezorgd. Okay. Dat wisten we. We keken 10 dagen vooruit. Dit gaat de test. Ik breng jou in contact met Thijs. Dat is goed. Onze weerman. Ja, nee, dat wordt er ook wel mee, ja. Hey, maar hartstikke bedankt. Ja, visitekaartje nemen we mee. Is goed.